Vandaag zijn wij bij vriendinnetje Alida en wij gaan met Alida haren verven. Ja, ja, de eerste keer voor haar. En we gaan het voor jullie filmen. We hebben vandaag eigenlijk een tutdagje met z'n allen. Gewoon lekker taart eten, thee drinken. Misschien straks nog wat anders doen, we weten het niet. Beetje een tutdagje en we gaan jullie meenemen. En inderdaad, mijn stem is bijna weer terug, godzijdank. Ik ben gelukkig al wel weer een tijdje beter, maar die stem die was nog een tijdje weg. Maar we zijn er weer. Dus we zijn er bij Alida. En we zien het hier, we hebben al net een beetje thee gehad. En taart hebben we hier. Een cheesecake gemaakt door het zusje van Ali. En iets van de Ikea, geloof ik. Ja, top? Van de Ikea. Kan je dit gewoon bij Ikea halen? Ja, bij die food, die dan na de kassa zit. Daar waar het snoep ook ligt. Waar het snoep ook ligt, ja. Oh god. En Ali is jarig geweest en heeft bij een workshop van Ikea, hoe heette die? Creatief met textiel. Creatief met textiel. Oh, echt, dat helemaal niet scherp. Plaggetjeslijn gemaakt. Jullie wel leuk om te zien het huisje waar Alida woont. Ja, de studio, om het zo te zeggen. Daar heb ik vroeger gewoond met Jorik. Dus zij woont nu waar ik heb gewoond. En het ziet er echt helemaal niet meer zo uit. Nee, zoals ik het heb gehad. Die gaatjes die je nu achter Willemijn ziet, daar linksboven, daar heeft ons IKEA hoogslaperding ooit gezeten. Echt anders is Ali het gemaakt. Echt grappig. Ja. Oké, we gaan met de Perfect Mousse Permanent Color. Ja. Gaan we je haren verven. Wat voor kleur is het, Ali? Het is ambergoudblond. Oh, mooi. Nou, dan even een shot van Ali. Daar kom je in beeld. Dit is voor. Een beetje, ja, wat is het? Wel blond. Een beetje peper en zout, wat Martine en ik ook hebben. Peper en zout met een mooie i's. En nogal een lipstick op, geloof ik, of niet, Ali? Yep. En er zitten wat zakjes in. Ja, dit wordt... Het wordt spannend, jongens, wat dit wordt. Nou, we gaan beginnen. Nou, Martien, wordt dit wat? Jij bent de haarkleuringsspecialist, hè? Nou. Toch wel? Oké. Toch wel. Ik weet niet zo goed... Dit wordt met dit. Oh, dit is van die mousse. Ja, dat hebben we eerder gehad, weet je nog, Martien? Ja, dat weet ik nog inderdaad. Toen stond erop niet schudden, maar zachtjes omwentelen. En wat deden wij? Moet je even veel terugzoeken. Willemijn ging naar bruin. Donker haar. En ik ook. Verschrikkelijk kapsel. Ja, tot hier of zo. Ja. Maar het was een hele korte donkere. Ja, nou ja, heel kort. Ja, dan werd het alweer langer. Het werd iets langer, net op je kaart. Maar echt heel donker werd het. Het was echt verschrikkelijk. Maar er kwam zo'n rode gloed overheen toe. Maar het was uiteindelijk wel mooi geworden. Ja, het ging wel. Niet bij je taart. Dat is weer eigenlijk iets wat wij... dat is weer een beetje ons dingetje. Kijk, er zit rood in, Ali. Je wordt rood. Oeh. Het kan er weer... Ja, ik denk wel dat het mooi wordt, aan. Ginger. Nee. Nou, en als je wel ginger wordt, dat staat je wel heel goed, hoor. Ja, ook fijn. Ja, we kunnen altijd nog highlights er doorheen doen. Ja, en dan zonder emulgator of zonder verwerkingsstof. Ja, het zat er toen, eerlijk gezegd, het zat er wel heel mooi in destijds. Het zat er prachtig in. Het is jammer in. Dat het toen maar niet is. Maar nu moet dit toch? Ja. Ja, je moet, ik doe altijd ongeveer 40, net ietsje langer. Ja, echt Ali Martine heeft er echt verstand van. Ik vertrouw Martine. Zo vaak gedaan. Even kijken. Ik doe ze heeft mijn haar ook altijd geverfd voordat ik Jasper leerde kennen. Nee. Ik heb mijn haar nooit verneut volgens mij. Nee, zeker niet. Zeker niet, jongens. Oké. Okay. Je hebt wel lekker kort haar, heerlijk. Het zit er dat zo is in. Wel... Hiermee zou ik qua jod zien. Gewoon dat meer opfleurt. Dat denk ik ook. Op dit moment als ik dit zo doe. Ja, met dat moesje, hè? Dat is echt way back. Ja, het is echt een beetje een cappuccino. Oh, dat is C-team? Ja, het is gewoon een beetje geel. Nou, niet geel, maar een beetje vanille. Het is een beetje vanille kleur. Oh, there it goes. Spannend, ja. Hè, Ali? De eerste keer. Ja, ik weet het. Dat vond ik ook. Ja. Ik weet het nog goed. Toen wordt hij met haar verkracht. Nee, de eerste keer dat ik ooit mijn haar verfde, heb ik wel zelf gedaan. Ja? Ja. Oh. Dat was met zo'n... Zo'n L'Oreal ding wat eruit vaagt. Zo'n spoeling, weet je wel? Oh, dat had je toen een poosje. Heel donkerbruin. Ja, echt. God, hoe ik dat echt goed heb. Ja, donkerbruin. Nee, op blond haar? Ja. Oh, jongens, vertel eens hoe jullie haar, of jullie je haar wel eens hebben geverfd en hoe dat is gegaan. Ik ben wel heel benieuwd naar al jullie verhalen. Laat het even achter hier beneden bij de comments. Ik ben ook benieuwd naar de mislukking. Ja, ik ben precies. Namelijk zelf ook niet zat gehad. Niet werkt. Ja. Ik wilde ooit een keer naar Italië, in de zin van, laat ik even snel thuis nog highlights doen.
Als je dan heel donker haar hebt, dan lukt dat niet. Als je wel ietsje lichter bent van jezelf, gaat dat prima. En toen zeiden ze dus, nou, laat dat erin doen. En wat kwam eruit? Nou, peentjes lelijk oranje kwam eruit. Op bruin haar. Nou, lelijk. Ze zat te huilen. Het was nog zonder oog. Ze kon ook echt niet naar de winkel om iets anders te kopen. En je ging naar Italië? Ik ging naar Italië. Dus dat heb ik toen gedaan de volgende dag. Ik wilde juist het lichter hebben. Toen heb ik de maand of zo. Heb ik toen nog zelfs... een donkere verf gekocht om haar helemaal donker te verven. Dus ik was helemaal verder van blond af. Moet je dat prikken of valt het mee? Nee, ik voel niks prikken eigenlijk. Ja, er zit hier ook natuurlijk geen ammoniak in dat prik te bewaren. Oh, jongens, als je haar moet blonderen, doe dat het zeer, jongen. Een beetje prikkerig zo achter op het hoofd ergens, ja. Maar voor de rest helemaal niet hoor. Gaat goed. Heemskerk, het zit erin, hè? Het zit erin. De kapsel staat je ook aan, Lie. Ja, het staat wel heel chic, moet ik zeggen. Nou, even kijken. We moeten even wachten tot 10:30 ongeveer. Even die vlekken van het kopje af, hè? Oh. 10 euro voor een royalty special? Ja, nee, royalty. Alleen Maxima stond erin. Nee. Jawel. Ali, haar wordt een beetje donker ondertussen. Oh nee, die japonnetjes vind ik echt zonde bij die meisjes. Aanpak. Die beige japonnetjes. Ja, die capes. Ja, ze hadden net zo goed even een leuk jasje aan kunnen doen. Doe dan een leuk jasje aan, inderdaad. Trenchcoat. Mocht je afvragen wat we aan het doen zijn, we bekritiseren alle mensen in het blad Royalty. Ja, want we houden ervan om te kijken wat voor jurken ze dragen, wat we lelijk vinden, wat we mooi vinden. Oh, en de conclusie is dat Maxima er altijd mooi uitziet en prinses Letizia uit Spanje. Jeetje, wat een... Wat een lekker wijf. Ja, zoiets, ja. En Margriet, hoe heet ze? Nou, Marilène vind ik ook goed uitzien. Ja. Oh, en Mabel, deze vind ik ook mooi, deze creatie. Ja, die is mooi. Dat kan ze goed hebben. Die is mooi. Dat is, ja, het is meer mijn smaak. Het is, ja, oh. Ze staat bij Maurits. Ja. Daar kan ik wel in vinden. Ja, ze staat bij Maurits. Sorry. Ja, ze staat bij Maurits. Ja. Oh, ik vind dit eigenlijk niet zo. Nee, dat bondje niet zo. Maar moet je kijken, die heeft gewoon nog hetzelfde ding aan. Kijk, we hebben prinses Victoria, jongens. Hier heb je weer met de Maurits. Dat is een losvallend geval. Kijk. Maar deze kleur is wel heel mooi. Maar dit vind ik wel mooi. Heel erg mooi. Oh, ook met het jasje wel. Met van die losse stof. Oh, daar is Victoria. Ja, dat... Nou, iets te veel goud naar mijn smaak. Met wat bont. Ach, die Daniel. Die denkt nog steeds, god, wat moet ik eigenlijk toch? Deze. De Lemijn kan niet echt een trouwjurk vinden. We hebben al een aantal dingen wat gezocht. Maar er is niks wat voldoet aan haar smaak. Wat is wel iets basics, maar toch iets heel chics. En wat ga je dan doen? Als je dan toch een trouwjurk wil hebben... Dan kijk je in de... Aftreffende trap. Dat is echt heel erg. Waar kijken we nu in? We kijken nu in de... Boerda. Boerda met patronen voor bruidsjurken. Dus wie weet kan Ali er wel eentje fixen. Oh, dat is een mooie achterkant met die strik. Ja, vind je mooi? Ja. Dat vind ik nou wel wat voor jou, met zo'n strik. Willemijn is wel een strikkenmens. Maar niet opzichtig. Niet op Victor en Rob achter. Oh, deze vind ik ook mooi. Welke, die linkse? Deze. Ja, met prachtig. Met vallende. Ik hou wel van vallende stof. Ja, jij houdt van één bandje ook, hè? Ja, of strak. Maar niet een rok. Weet je wel, zo'n poefding. Nee. Met zo'n hoepel. Vriendschap is elkaar haren verven. En wassen. Ja. En wassen. Zo. Ze is er weer. Ja, die lippen die blijven gewoon mooi natuurlijk. Ja, dat is een Ferrari, hè? Dat is een Ferrari, hè? Tina en ik die zitten met z'n tweeën aan Marlies haar te prutten, Ali. Ja. En dit is het geworden, Ali. Kleine, kijk eens naar mij. Klein busje. Staat het er of niet? Anders dan moet ik even zoeken. Tada! Dit is het. Ja, het is een heel subtiel verschilletje. Het is Ali's eigen kleur, maar dan een beetje gouder. Vanaf hier zie je er helemaal niks van. Willemijn, wat een camera. Kijk, hier zo. Je ziet het. Het is een beetje gouder. Heel mooi. Ik wilde per se yoghurt-ijs verkopen. Zeg maar. En dat is een ander soort ding. Geen kapperszaak, maar iets anders. Ja. Oh man, hilarisch. En de yoghurt... Wat meer glans in zit. Zie je, het is heel subtiel. Zie je dat, Ali? Ja. Maar wel mooi. Inderdaad een beetje gouder. Ja. Een beetje... Net een beetje gouder. Net een beetje mooier. Maar ook wel dat je, want ik dacht misschien gewoon dan echt zo één kleur, maar je ziet nog wel kleuren ook. Dat blijf je vaak toch wel zien als verf hoor, het is heel lastig om... Sterk. Project geslaagd. Project geslaagd. Aanmaken. Ja, we zijn bij de brasserie in Groningen. Heb je wel een naam dan al, Alida? Nee, dat heb ik nog niet. En
kinderen hebben besteld. Super tosti. Ja, laat zien. De dames hebben een super tosti en ik heb een broodje caprese en een ijstie. Met een limoentje, dat vind ik altijd veel lekkerder dan een citroentje. Het duurt een beetje lang. Ik heb bij de honger. Wel op Instagram, hè? Oh, lekker, lekker. Maar het maakt een stukje taart in, jongens. We zitten momenteel bij de V&D. We hebben eigenlijk al de hele tijd nu geshopt. We zijn nog Alia naar huis naar de Groningen gegaan. We hebben aardig wat geshopt bij de bodyshop en de mango. En nu zitten we aan een beetje taart bij de Hema. En nu zijn we bij de V&D. Juist, en wij zitten aan een lekkere stuk kwarktaart met aardbeien. Ik heb ook een soort van, wat zal het zijn? Een of ander geglazuurd suikerachtig ding met aardbeien en pudding. En Ali heeft een ananas taart. Ja, ananas taart, een beetje fly-achtig. Kijk, lekker maken. En ik werd net herkend als Rickert, ook voor het eerst. Ongelooflijk, dus ik vroeg me af of ze de site ook kenden. Of dat ze echt alleen KKKV kenden. Ja. En of het dat laatste is, is echt wel hilarisch. Ja, inderdaad. Dat betekent dat alleen echt één diehard KKVV-fan hebben en geen LLG-fan. Dat is ook wel grappig. For a change. Dus ik ben wel benieuwd of mensen ons ook zeg maar kennen van KKVV alleen. Heel veel van mensen die KKVV kijken, kennen LLG. En kijken ons omdat wij er zijn begonnen. Precies. Maar misschien zijn er ook wel mensen die ooit zijn begonnen met KKVV. Ja, dat weten we niet natuurlijk. Heb je op rek gedrukt? Ja. Oh. Hallo. We hebben natuurlijk even geshopt. Ja, dat moest. We zijn aan de mango geweest. En daar heb ik een heel mooi zacht roze satijnen topje gekocht. Kijk jongens. Zo. Andersom. Kijk. En Martine heeft ook al bij de mango gekocht. En die had ik eerst gepast. En toen kwam ik terug en ik nam hem niet. Ik ging hem terug. Toen zei ik tegen Martine, hoe was jouw roze blouse? Ze zei, ja, hij was een maat te klein. Toen zei ik, oh, groot, te groot. Toen zei ik, oh, dat komt mooi uit. Ik heb net een maat S weggehangen. Dat is een kleurige blouse. Die was echt mooi. Die voor mij was €17,99. 30 euro. En toen door naar de Hema. Wat heb ik daar gekocht? Fotolijstje. Ik kocht daar een agenda voor voor mijn school. Een prullenbakje met pedaalemmer zakken en ophangknopjes. En dat was het. En toen bij de bodyshop ben ik nog geweest. Oh ja, dan kocht ik een face wash uit de aloe vera lijn. En mijn toner daarvan was ook goed, dus ik kocht ook deze opnieuw. Wat je maar wil zeggen. En dan had ik daar zo ontzettend veel van nou. Deze mist, vitamine E mist. Mm. En dat was ongeveer allemaal per stuk 10 à 12 euro. Niet heel veel. En nu duik ik nog even een kermisattractie in. Gaan we noten kopen en willen ze daar misschien wat andere winkels. Hé Ali? Gaan we de kermisattractie in? Ja, dat moet van Martien. Ja, we gaan die attractie in jongens. We gaan de achtbaan in. Kom op. Doei! Dit is een fantastische schommelstoel, hè Ali? Dit is echt fantastisch. Dit is echt fantastisch. Meer je wil hem, hè? Je wil hem. Ik wil hem. Hij is afgeprijsd. Hij is voor 400 naar? 200. Oh my god. Ja, dat was het. Jongens!